FC Excelsior Maassluis. De enige wedstrijd in de Jacks League waarvoor beide ploegen nog wat op het spel staat. Excelsior wil de play-offs ontlopen. AFC moet winnen om een kans te houden op de titel. De eerste mogelijkheid is voor de bezoekers. Doelman Gijs van Zetten grabbelde. Maar het blijft 0-0. Opnieuw de bezoekers. Het schot is van Derks. Misschien om de A10 op. Nou is heel ver. Zullen we het A9 maken? Langendijk met de vrije trap. En rechtop van Zetten. We zien alleen maar aanvallende acties van Excelsior Maassluis. Terwijl AFC toch ook speelt om eventueel nog kampioen te worden. Boks dan gaat liggen. Lijkt zich te verstappen. De doelman van Excelsior Maassluis kan niet verder. En dat is beroerd nieuws voor de mannen van Dogon Konijen. Die bij welke uitslag dan ook afhankelijk zijn van het resultaat bij Scheveningen en Tech. Dit is weer een mogelijkheid hoor voor Excelsior Maassluis. En dat het 0-0 staat, daar mag AFC zich bepaald niet over beklagen. Dit is lekker gevoetbald. Langendijk, topscorer. En zijn schot raakt de paal. Of zijn het de handen van Zetten of zijn het allebei? Hij gaat in ieder geval niet in. AFC dan in de aanval, maar daar komt weer geen kans. Voorzet is niet goed. Maar het wegwerken ook niet. En dan is daar het goede schot. Maar het blijft 0-0. AFC speelt een teleurstellende wedstrijd. Vorige week al die rare 1-1 bij het al gedegradeerde OFC. En hier weer een blessure. Benno Nierholm kijkt zorgelijk. Moet er gewisseld worden? Ja. Er moet gewisseld worden bij AFC. Heti moet eruit. Kans voor de thuisploeg is van Markiet. Met de redding is daar voor Excelsior Maassluis. Langendijk. En de bal voor langs. Het gaat allemaal maar op de nipper goed voor AFC. Wally was het dit keer. Die namens Excelsior Maassluis het doel niet wist te vinden. Jesse voor het doel. Eerst is daar die Ignacio, maar er is ook de invallend doelman van de Klei van Excelsior Maassluis. Dat het nog altijd op 0-0 houdt en daarmee veilig is. Hier bijna nog het eigen doelpunt van Urbanus. Maar omdat het 0-0 blijft, blijft Excelsior Maassluis in de Jacks League. En AFC moet de titel aan Katwijk laten.